Als je alles wat lelijk is afsnijdt, uitgumpt of zwart maakt, moet je wel iets moois overhouden. Hij maakt zeker kunst en heeft een half letter K wat mij betreft. Maar de manier waarop hij dat toelicht, verdient ook een groot compliment. En hij heeft er ook wat sappige anekdotes bij. Onder andere bijvoorbeeld over die Antichristo die hij gemaakt heeft. Nou, dat vind ik allemaal hele leuke weetjes. Ik kwam namelijk net uit de Verenigde Staten en daar had ik gestudeerd en lekker geschilderd en wat contact opgebouwd. En kennelijk zaten er ook goede contacten bij. Want ik werd uitgenodigd voor een wereldtentoonstelling in Polen. En naast wie hing ik? Naast Christo, de beroemde inpakker. Ja, dat was natuurlijk. En ik, met zijn oude ouders, ik nu heb, dus ik zo met een paar vrienden en een Amerikaans meisje daar naartoe. Ik ga in Polen. Er is eens een oud bakje midden op het terrein natuurlijk, mocht helemaal niet meer. En toen, bij de opening TV erbij en Christo had ook meegedaan. Maar ja, Christo is natuurlijk zo beroemd, die stuurt dan alleen wat foto's in naar zo'n tentoonstelling. Maar goed, ik hing toch naast hem. Maar ik had natuurlijk wel wat bedacht. Oh, weet je, Christo. Dus ik had in mijn hoofd wat groter gemaakt dan het was. En hij had gewoon wat van het project wat foto's ingestuurd. En daar had ik natuurlijk ook wel een beetje teleurgesteld dat er niet zijn nieuwste werk was, maar gewoon een oud project. En toen dacht ik thuisgekomen, ja, ik ga iets mee doen. En Christo maakt natuurlijk vaak, eerst maakt hij zijn project, gaat hij zo goed mogelijk verkopen in fotografie, met tekeningen vaak, over foto's getekend, zijn trouwens hartstikke gaaf, ik kan niks van zeggen. En dan daarna realiseert hij dat met alle mannenmacht in het landschap. Dus ik kan het nog opdraaien, dit is het origineel. En dan ga ik, en dat hebben we toen met Staatsbosbeheer besproken, van ik wil dit graag op een fietsroute in het echt gaan realiseren. Dus ik heb de afmetingen bepaald van een doek. En dat is dan 8 meter breed bij iets van 16 meter hoog. En dat moet dan aan een grote kabel hangen, aan een boom en dan met een paal in het landschap ernaast. En zo kan ik dit origineel als kopie in het landschap maken. En die route wordt eigenlijk omgedraaid van Christo, dus heb ik hem Antichristo genoemd. En dat vonden mijn familie in Spakenburg ook altijd heel grappig. Ja. Ja, en dat is ook een zeefdruk, maar dan, dit is de oplaag, ook om het heel verwarrend te maken. Dit is de oplaag en zeefdruk, daar heb ik er 3 van. Die zijn inmiddels, dit is mijn eigen exemplaar. En ik heb ook nog een schilderij wat het echte origineel is, want ik heb ook zeg maar 1 in schilderijvorm gemaakt. Dus niet als zeefdruk, maar als gewoon handgeschilderd schilderij. En dat is eigenlijk het origineel van de Antichristo. Ja, iedereen moet het maar gaan kijken. Ik bedoel, hij is gewoon een geïnspireerd en ook een gepassioneerd kunstenaar. En dat is gewoon heel leuk om met hem en zijn werk kennis te maken, los van of je ervan houdt. Maar hoe dan, wat hij er nog weer aan toevoegt, is gewoon alleen maar top.